Jij kijkt altijd naar Gooise vrouwen. Kijk, ja, zo. En Irene heeft straks een Gooise gadget. Op RTL 5 komt namelijk een nieuwe 8-delige serie Echte Gooise Meisjes. Het zijn meisjes die echt uit het Gooi komen en dat werkelijk hilarisch is. Werkt werkelijk hartstikke leuk. Ik heb een paar fragmenten gezien. Hilarische televisie. Ze zijn en ze komen straks van de trap. Paulien, Leslie, Florine, Bo en Kimberly. De Kim, wil jij ze opvangen? Echte Gooise meisjes. Kom maar, kom maar, kom maar. Want dan komen ze naar beneden. Hoe leuk is het dat Kim er staat? Meiden, ga lekker zitten hier. Heerlijk. Echte Gooise meisjes. Wat vinden jullie van de serie Gooise vrouwen? Oh, heel geweldig. Is het een beetje de werkelijkheid ook? Deels. Jullie wonen in het Gooi en jullie zeggen nu deels. Wat is waar en wat is niet waar dan als ik naar Gooise vrouwen kijk? Nou, ik denk dat de vriendschap wel echt is. En nou, de roddels zijn ook wel redelijk waar. Er worden wat dingen bevestigd, maar er worden ook wat dingen... zeg maar, gedaan wat wij dan wel, zeg maar, wel echt doen. Wat wordt bevestigd? Ja. De decadentie. De decadentie. Jullie zijn decadent. Waar de champagne bleef. Ja. Oh. Ja, champagne, dat is toch ook weer wat? Oh. Nee hoor. Nee, maar we hebben bij ons vind je alleen geen au pairs dood in de tuin. Of andere dingen. Maar deze serie, hoe is die tot stand gekomen? Wie had iemand een idee daarvoor? Ja, jij? Ja, bij Huimers en ik liep daar stage. En toen heb ik... de meiden opgetrommeld. Jij liep stage bij het bedrijf van Reinhard Oegelemans. Ja. En je dacht, in mij zit een programma. En in mijn vriendinnen. Nou, eigenlijk Justine. Ja. Iemand Justine is iemand die bij SBS heel erg belangrijk was. Die is daar nu weg. Die zit nu bij iWork. Zo leg ik je even ja, uit. Ja, het is ingewikkeld, ja. En die dacht, daar kan ik een leuke serie mee maken. Ja, ik heb gehoord dat ze jou wel eens aan de telefoon hoorde met je vriendinnen. Ja. Dat ze dacht van, nou, dat is een heel verhaal. Ja. Van jou is ook de uitspraak, liever verwend dan verwaarloosd. Beter. Beter verwend dan verwaarloosd. Beter verwend dan verwaarloosd. Word je er niet echt enorm op aangesproken? Zo'n meisje alleen maar met dingen bezig en mooie kleren. Het is bij mij ook voornamelijk gekomen omdat ik natuurlijk enig kind ben. Dus dan ben ik dubbel al verwend. Ook qua aandacht van mijn ouders natuurlijk. En als vrienden van mijn ouders dat dan zeiden, dan had mijn vader dat eigenlijk als antwoord. Ik geef hem eigenlijk groot gelijk. Ja. Maar wat dus nu heel veel mensen denken over Gooise vrouwen, is dat het in het algemeen zijn ze blond. In het algemeen zijn ze arrogant. Nou. In het algemeen willen ze alleen maar shoppen. Zijn ze dom. En hebben ze een heel bekrompen leventje. Is dat waar? Nou, daar is het zeker niet waar. We gaan het even... Ja. Ja, sommige dingen zullen wij natuurlijk gaan bevestigen. Wat gebeurt maar het is er, zeker jongens? Niet waar. Wat is er aan de hand? Is er iets... Kan er iemand vertellen wat er aan de hand was? Die voelt zich hier aangesproken. Oh, er ging een gadget af. Het is werkelijk... Iedereen beleeft thuis mee wat hier achter de schermen gebeurt. Het is fantastisch. Maar ik ben het helemaal kwijt. Maar ik ga even naar Bo, want jij was... Ja. Kun jij mij omschrijven hoe een dag van een Goois meisje eruit ziet? Wat gebeurt er? Nou, tijdens de serie zijn we heel erg veel... hebben hele leuke dingen gedaan. En dat zijn dingen die achter elkaar worden afgespeeld eigenlijk. Buiten dat wij natuurlijk al wat dingetjes... Kijk, wij zitten graag om een uurtje of 5, 6... aan het wijntje, proseccootje. Maar dat zie ik. Maar wat maakt het dan leuk voor mij om te zien? Want je hebt geen tippie band die inderdaad zo langs komt. Wat maakt het leuk? Nou, we hebben een heel gezellig leven. En we plannen hele leuke dingen in. We vullen de weekenden leuk op. Zoals? En... Ik ga even door naar Kimberly. Ja, ik heb bijvoorbeeld gewaterskiet. Dat was ook heel leuk. Ja, maar waarom zou ik moeten kijken naar een meisje die waterskiet? Wat maakt die serie zo leuk? Het is heel grappig allemaal. Het is zeg maar, wij zijn eigenlijk met z'n vijven zijn wij heel grappig. En zo worden we ook gefilmd. Dus je ziet zeg maar... Jullie zijn grappig. Ja, wij zijn echt heel grappig met z'n allen. Oh, nee, is goed om te... Laten we even kijken naar een fragment. Ja. Want daar zitten jullie in de auto en dan komen jullie heel intelligent over. Ja, jullie zijn ergens in België. Waarom zie ik overal Duitse vlaggen hangen? Het zijn Belgische vlaggen. Oh, echt niet? Oh, jawel. Die zijn Duits. Veel mensen denken soms dat ze heel dom is. Omdat ze soms kan ze wel dingen zeggen, ik ook, wat een beetje raar klinkt. Soms doet ze het misschien ook wel een beetje expres, maar dit wist ze volgens mij echt niet. Nou, eens even kijken of Bo dan tenminste internationaal iets beter onderlegd is. Excusez moi, monsieur. Je parle un petit peu français. Praat hij ook Nederlands? He does speak Dutch. Are you famous in this neighborhood? If I'm famous.
Je begrijpt natuurlijk wel. Ik ga even naar... Even terug. Are you famous? Wie zei het nou precies? Dat was ik. Waarom zei... Want je wilde eigenlijk vragen... Ik heb het heel letterlijk vertaald. Ja. En ik moet natuurlijk gewoon zeggen, are you familiar hier? Ja. Maar ik zei dus heel erg, ja. Nou, maar het is wel een gegeven. Maar Leslie, de grappen worden wel gezocht. Dus ben je niet bang dat je een beetje verkeerd wordt neergezet? Nou, ik denk dat iedereen wel van die domme dingen kan zeggen. Maar ja, we zijn gewoon vijf vriendinnen die gewoon echt zichzelf zijn. En gewoon zeggen wat ze denken en vinden. Dus daarom zijn we ook leuk om naar te kijken, want we gewoon wel echt onszelf zijn. Wat maak ik mee in de liefde met jou? Want jij bent echt... Ik zeg het jullie zo allemaal mooi. Sorry, je bent echt heel erg mooi. Wat ga ik in de liefde met je meemaken? Nou, ik heb een vriend al 2 jaar. Dus blijf saai. Volgens mij heb jij de broek aan. Serie? Ja. Elke maand verschillend. Ja. Nee, maar het is wel... je ziet hem ook vaak in de serie. En, oh ja? Ja. Alle vriendjes krijgen. Ja. Allemaal. Die doen allemaal mee. Er was nog een zesde meisje. Dat was meisje Tienke. Ja, Paulien. Wat is er met Tienke gebeurd? Tienke die had een... werkte zoveel eigenlijk. Dat ze zo'n druk leven, waardoor ook haar baas zeg maar niet mee wilde werken met het... vrijgeven, met film en dergelijke. Je moet gewoon vrij nemen. Mensen omheen. Niet vrij nemen, maar mensen van werk en dergelijke. Ja. Moeten natuurlijk ook meestemmen met filmen. Ik bedoel, mijn omgeving moet natuurlijk ook hier aan meewerken. Want het is een real-life soap. En dat was natuurlijk best wel moeilijk. En dat werkte bij haar niet helemaal mee. Dus ja, dat was ook een... Zou je ook wel eens, zoals de vogels, eventjes een tijdje in de bijstand willen en gefilmd worden? Zou je dat aankunnen? Deel 2. Hartstikke goed. Yeah. Ja, het wil niet zeggen dat het bij ons alleen maar om geld draait. Wij wonen in het Gooi. We zijn die luxe en dergelijke allemaal gewend. Maar het wil nog niet zeggen dat we het allemaal normaal vinden. En dat we daardoor nare mensen zijn. Eigenlijk heel leuk namelijk. We gaan er naar kijken. Ja. Ik vind jullie wel heel leuk. Ja, die zijn leuk bij mij. Leuk. Kijk nog even in die camera. Zeg wanneer het is. En verkoop jezelf als echte Gooise lekkere stoeipoes. You go girl. Nou, daar gaat hij. Nou, donderdag. Nou jongens, aanstaande donderdag. Dus allemaal gaan kijken. Om 21:15. Alleen de eerste keer, hè? 21:15. Het wordt hilarisch. Het wordt hilarisch. Zeker de moeite waard om te kijken. Ja, ik ben zo blij dat het ondertiteld wordt. Ja. Dat wou ik net zeggen. Ja, we waren een beetje bang dat jullie het niet konden zeggen. Maar het is heel goed gezegd. Meiden, maak wat moois van. Wat vinden jullie van mijn mp3-speler? Wat is een mp3-speler? Ja, met glitters en kristallen en dingetjes erin. Ja, ik vind het schitterend. Lekker Goois. Is toch heel Goois? Dat is nieuw als een gadget, geestig toch?